En dan is het weer tijd voor je wekelijkse My Team Karemon, wat op je scherm gepleurd wordt. Jazeker, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Karemon. Mijn naam is Jan Schraven. En vandaag hebben we weer voor aflevering nummer 28 hier in Singapore. Staan dus 10e in het klassement. Doet het dus goed. Hopelijk kunnen we dat dus ook deze race even doen. Maar goed, ja, heb jij die vorige race in Italië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop. En dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je gewoon nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen! Een update is gefaald. Ja, een update gefaald. Dat is, hartstikke... Die moet opnieuw gaan bestellen. Wat betekent, resourcepunten worden dus weggegooid, in de prullenbak gegooid, letterlijk. Dus we hebben geen ene kloot aan, maar goed, het is wat het is. Ik maak mijn verhaal even af. Ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer, voor wekelijkse My Team Karemon. En ja, en als je dat niet doet, ja, dan weet ik echt niet wat je bezielt, dan weet ik niet wat je mist. Dus gewoon abonneren. Mijn doel is gewoon, ja, om richting, wat is het, die 150 subs. We zitten nu op de 147 abonnees, dus nog 3 erbij en hebben 150 subs. Dat wil iedereen toch? Interessant. Heel interessant. Ik denk ik, vooral mezelf, maar goed. Ja, we gaan dus verder in Singapore. Hopelijk een spannende race, een lange race staat op het programma. 31 rondes lang op een krap circuit. De auto is niet goed. Dus daar moet nogal wat verbetering in zien te komen. Maar ik denk niet dat dit seizoen er gaat komen. Dus ja, dit wordt gewoon afzien. Bad news. What? The Dacia Sandero. It's delayed. Oh no. Anyway, last week. We gaan het gewoon het beste van zien te maken. En vooral liken. Like de video vooral. En delen met je maten, delen met je familie, delen met je vrienden. Mij maakt het allemaal niet uit als de video maar zoveel mogelijk wordt bekeken. En ja, veel likes. Dat zou vet zijn als dat gaat gebeuren. Nee. Staan dus 10e in het coureursklassement. Italië was een slechte race voor ons. 13e helaas. Hopelijk dat dat vandaag iets aan kan gebeuren. Op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 28 hier in Singapore. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en het begint gelijk goed. Want we hebben een... Wat is het? Ik heb echt geen idee wat voor fout het is, maar het duurt een minuutje, helaas. Oliedruk dus. En dat probleem is dus verholpen en wij kunnen dus nu officieel een eerste tijd gaan noteren. Ja, niet een eerste plek, maar onze allereerste rondetijd in Singapore. Er is ook regen voorspeld. Kijken of het ook droog blijft in het eerste kwalificatiedeel. Zo niet, dan moeten we naar de regenbanden. Tot nu toe nemen wij die bochten heel erg goed. Maar deze bocht namen wij niet zo mooi. En dan snij ik daar die bocht af waarom ik moest de bocht halen. En daardoor krijg je dus een waarschuwing. En wij laten een vijfde tijd noteren. Dan is dat een 13e plek geworden. Verschoor is momenteel ook door naar het tweede kwalificatiedeel, maar de klok loopt nog. Dus iedereen kan zich opnieuw gaan verbeteren terwijl je daar een track limit waarschuwing krijgt voor de eerste bocht. Hopelijk is dit voldoende om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Groen in sec. Bij de Delta, 5 minuten tot de regen. De vlag hangt uit hier in Q1. En we zetten een 12e tijd neer. En dan zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. En dan gaat het regenen. Maar het team heeft mij toch op pad gestuurd op de droogweerbanden. Nou weet ik niet hoe hard het gaat regenen. Het kan ook zijn dat de regen wat vermindert. Dat zeg ik wel. Maar ik zie nu grote druppels verschijnen. De baan wordt ook natter en natter. Tot nu toe verloopt het allemaal soepeltjes, maar ik ben bang dat we zometeen tijd tekort komen. En daar bedoel ik mee dat de eerste rondetijd hartstikke slecht is. En ja, we schieten hier al gelijk door. En deze ronde is niet goed.
Ja, het gaat hier weer mis. Twee keer de muur geraakt. Bijna drie keer de muur geraakt. Je weet maar nooit. Hier veel te wijd. Moment onderstuur. We krijgen een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. En wij laten met een spin. Een 2 minuut 0 noteren. En dat is ook het einde van Q2. Waarom? Op de intermediate kwamen wij echt voor geen meter vooruit. Dus wij starten dus als P16. Het kan zijn dat mensen grip penalties hebben gepakt. Dus dan staan we een aantal plekken naar voren. Maar dat zien we zo meteen bij de grid. Nu eerst de intro van F1 22 My Team Career Mode. We gaan beginnen voor aflevering nummer 28. Daar gaan we dan. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race, with the notorious sauna-like temperatures in the cockpit making for an extremely physically challenging race. It's a 3.1-mile lap here at the Marina Bay Street Circuit, with 47% taken at full throttle. It's hot, humid and bumpy around the 13 lefts and 10 rights of mostly slow corners, but we should see speeds of up to 200 miles per hour along the Raffles Boulevard. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Perez, Lando Norris, and Sainz. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Fernando Alonso, Magnussen, Schwartzman, and Daniel Ticktum. Albon, Gasly, The Professor, and Stroll. Hamilton, Tsunoda, Nicholas Latifi, and Daniel Ricciardo. Mick Schumacher, Ocon, they've taken a grid penalty. Richard Vachon and Guan Yu Zhou. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. With me today, of course, is Natalie Pinkham. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Medium hard is de strategie. Neem er extra brandstof mee om het harder te kunnen pushen. Geen regen voorspeld hier in Singapore. 31 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Op dit krappe stratencircuit starten dus vanaf een P13. En dan begint de formation lap. Dan gaan we ons voorbereiden op de startprocedure. Nou, die begint nu al niet goed, want we hebben de auto per ongeluk iets te agressief. Maar ja, wat is het? Op het gaspedaal gedrukt. Dus we moeten nu die posities even terug zien te pakken van bijvoorbeeld een Ocon, een Hamilton, een Norris, een Ricciardo. Noem maar op. Ocon daar al ingehaald. Schumacher daar al ingehaald. Ricciardo daar al ingehaald. Latifi ingehaald. Maar dan zijn we weer mooi op onze normale plek gekomen. Nu op naar de grids. Slot, alsjeblieft. En kijken of we goed in onze positie kunnen komen. Jazeker, maar net. Maar net, 0,1 meter ervan af. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor aflevering nummer 28 van F1 22 My Team Career Mode. Hier voor de grote prijs van Singapore. De lampen gaan aan voor de race. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Flink wat wielspin te pakken en twee posities al verloren. Gaan naar gelijkverdediger van Yuki Tsunoda. Het is hier zelfs vier dik in de eerste bocht. Dat wordt stoeien, dat wordt knokken, dat wordt trekken. Weer vier dik in bocht nummer 2. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Jazeker. En dat is P15. Maar twee posities verloren. En daar kunnen we Lance Stroll al gelijk pakken. Ook Lewis Hamilton zit te slapen in de openingsronde van de race. En dat is weer P13.
Niks gewonnen, niks verloren bij die twee bochten op dit moment. En hopelijk kunnen wij nu ook naar Alexander Albon toe rijden. En daar vallen we hem ook aan de binnenkant. Hij laat gelukkig ruimte. Wij ook, en dat is P12. Een plekje omhoog geschoten, nu op naar Pierre Gasly voor P11. Misschien kunnen we wel punten gaan pakken deze race. Maar dan moet het wel heel krankzinnig gaan lopen, denk ik. Je weet het maar nooit. Albon en Stroll, de beide Aston Martins, knokken om P13. Wij kunnen Gasly hier niet passeren. Zometeen dan bij het uiteinde van dit rechte stuk. We zitten in de slipstream, kijken naar de binnenkant. En dat is P11. Jazeker, goed gedaan. En dan zitten we in ronde nummer 3 van de race. Als we daar Robert Schwarzman hebben aan de binnenkant, plaatsen wij hem. Remmen ultra laat. Ultra laat, ultra dichtbij. Ultra laat, ultra laat. Heel laat. En dat is de 10e positie. Een punt voor het WK. Daar doen we het voor. En dat is dus goed om te zien. Nu op naar Dan Ticktum. Die rijdt in de Haas al een aantal secondes voor ons. 1,7 is het. En dan zitten we in ronde nummer 10 als Dan Ticktum al 11 seconden van ons is weggereden. De Britse coureur heeft een betere auto. We maken daar een klein foutje. En dat ziet Schwarzman. Maar kan daar niet van profiteren. Want hij heeft daar ook een klein momentje, zag ik. Ik denk een corrigeermomentje. Beetje onderstuur uit de auto en dan ben je hem denk ik een deels kwijt. Dus die aanval hebben wij mooi overleefd. En dan zitten we in ronde nummer 11. Nog 20 rondes te gaan in de race. Gasly en Schwarzman knokken samen om P11. Wij rijden dus in de punten. Op een 10e positie. En in ronde nummer 14 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. Ik ga proberen een undercut als jongens nog... Achter mij nog doorrijden. Ga ik die proberen om te slagen. Heel veel mensen duiken ook mee naar binnen. Onder andere Alonso, Verstappen. Gasly duikt mee naar binnen. Ricciardo duikt mee naar binnen. Ocon gaat door. Albon gaat door. En een goede pitstop. 2,2 seconden. En Schumacher heeft een 5 seconden tijdstraf op gelopen. En we komen terug op een P15. Zometeen kijken waar wij staan als de rest van de jongens naar binnen zijn gedoken voor een late pitstop. Richard Verschoor rijdt 16 seconden voor ons. Dat gat is wat groter geworden omdat de banden nog koud zijn. Dus die moeten eerst op temperatuur zien te komen. En dan kunnen wij echt gaan stampen, stampen, stampen. En dan wordt het wel eens spannend bij de pit exit zometeen. En dan zitten we bij de pit exit in ronde nummer 16. Ja, zometeen dan. En dan komen wij voor Robert Schwarzman. Jazeker, de undercut heeft gewerkt. En Ricciardo is Schwarzman voorbij gestoken. Dus Robert Schwarzman verliest 2 posities. Van P10 naar P12. Ricciardo pakt een plekje. Van denk P9 naar P11. Als ik het goed zeg. Maar je moet even kijken waar die origineel stond. Goed. Ronde nummer 16. Nog 15. Zeg ik dat goed? Nu is het geen 15 meer. Maar ik weet echt niet hoeveel rondes we nog moeten. We tikken gewoon langzaam af. Want Ricciardo zat daar even te kijken aan de buitenkant. Lukte niet. Want wij hielden de auto mooi breed. En dus rijden wij nog steeds in de top 10. Op een P10, jazeker. Ja, nog minder dan 18 rondes te gaan. Zometeen krijgt Ricciardo hier weer een kans op het rechte stuk. Heeft ook DRS, wij gooien overtakeknop aan. Wat kan Ricciardo? Hier niks. Zit net te ver weg. Tot nu toe doen wij dit uitstekend. De auto zo plaatsen dat Ricciardo er niet voorbij kan. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton die zit te kijken bij Ricciardo. Voor een P11 die wil Ricciardo zo snel mogelijk voorbij.
Maar dan heeft hij te maken met ons. En wij gaan niet zomaar voor iemand aan de kant. Ricciardo aan de binnenkant, lukt niet. Dan naar de buitenkant proberen, lukt ook niet. Hamilton zit klem en dan zitten we in ronde nummer 20. Begin ronde nummer 21, nog 10 rondes te gaan en Ricciardo probeert het. Kijk naar de buitenkant, lukt ook niet. In de eerste bocht. Hamilton nog steeds klem achter Ricciardo. Het gat naar Dan Ticktum is inmiddels groot geworden. Dat hij denk ik gewoon een pitstop kan maken en dan nog steeds voor ons eindigt. Dus daar moeten wij niet naar kijken, maar naar Ricciardo en naar Hamilton. Ricciardo heeft ook DRS, kijkt naar de binnenkant. Zit ernaast. Maar wij hebben hier de betere exit. Nog steeds zij aan zij. En dan is deze bocht voor ons. Duwen Ricciardo daar wijd. En dan zitten we in ronde nummer 27. Nog 4 rondes te gaan in de race. Als Lewis Hamilton naar ons is toegereden, heeft Ricciardo ingehaald voor die P11. En Carlos Sainz is uitgevallen in de race. Carlos Sainz valt uit. Voor de tweede achtereenvolgende keer valt Sainz uit in de grote prijs. Hij reed volgens mij niet in op podiumkoers in leidende positie. Dus dan valt het allemaal wel mee. Is het een motorisch probleem? Het is een motorisch probleem. Het is een motorisch probleem voor Carlos Sainz. Die hier de strijd moet staken in Singapore. 0 punten alweer voor de Spanjaard. Die heeft dit seizoen heel veel pech. En ja, het is wat het is. Ferrari, dan moet je maar een betere auto bouwen. En een betere betrouwbare auto bouwen, zoals wij. Maar goed, Charles Leclerc wint dus een race. Alweer, wat een verrassing. Hij wint in Singapore. En wij pakken hier punten, 2 punten zelfs, dankzij Carlos Sainz, dankzij de strategie en dankzij eigenlijk de baan. Want ja, als dit Oostenrijk was, hadden wij dit niet overleefd. Of Hongarije, ik noem maar wat. Wordt dat lange rechte stuk, terwijl we even de voorvleugel nog hebben beschadigd. Maar ik neem aan dat Ricciardo hier niks meer kan. Vuurwerk is trouwens helemaal uit. Ja, en Ricciardo maakt een foutje. Dat betekent officieel dus de 9e positie. 2 punten erbij. 2 wereldkampioenschappunten voor het team erbij. En is het op naar de volgende race. They've endured the harsh conditions here in Singapore then to pull off a spectacular victory. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Maar goed, hierbij dan dus de raceuitslag van de grootprijs van Singapore. Charles Leclerc wint dus alweer in de race. Max Verstappen naar P2. Russell op het podium. Ricciardo krijgt driver of the day. Ben je serieus? Nee, dat heeft hij niet verdiend. Heeft hij niet verdiend? Vind ik onterecht. Sainz niet naar de punten uitgevallen dus. Wij nog steeds 6 in het constructeursklassement. Williams klim naar boven toe. En wij staan 10e volgens mij in het coureursklassement. Goed gedaan. We moeten dit volhouden voor de rest van de resterende races. Nog een aantal grote prijzen te gaan. En dan zit dit seizoen erop. Sponsorgeld. Jazeker. Alle sponsoren binnengehaald. Goed hoor.
Helaas hebben Richard en ik wat schade gereden. 40.500 erbij. In totaal op de bank $9.54 miljoen. Dus dat doen we extreem goed. We zijn rijk. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook om je niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? En wil je meer wekelijkse afleveringen zien op dit kanaal? Van, ja, My Team Career Mode van F1 22 My Team Career Mode. Abonneer dan voor meer. En schakel ook gelijk het belletje aan. Zodat je geen enkele race en aflevering meer van mij mist. We gaan lekker met de abonnees. Laten we lekker pushen naar die 150 abonnees. We hebben op dit moment 147, dus nog 3 te gaan. Dus dat moeten we wel, ja, redden. Dat gaan we zeker redden. Maar goed, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Gewoon doen. Het kost je niks. Het is allemaal gratis en voor niets. Dit was Janan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Play a sad song for you on the world's smallest violin.